Hallo leerlingen, dit is meneer De Maat met weer een natuurkundeles. In deze les ga ik verder op het begrip rendement. We gaan nu kijken hoe het rendement zich verhoudt bij nuttige en totale vermogen. Ik ga vervolgens door met een opgave over energieomzetting die eigenlijk alleen van toepassing is voor het VWO. In de les zal ik nog een demo gaan doen over rendement en vervolgens wil ik dat je het huiswerk voor de volgende les maakt, paragraaf 5.1. En doe dat vooral digitaal. Nou, in de vorige les hebben we deze formule gezien om het rendement uit te gaan rekenen. En het rendement van een apparaat dat was het percentage van de totale energie die nuttig wordt omgezet. Nou, dat zie je ook terug in deze formule. Het is als het nuttige energie gedeeld door de totale energie en die vermenigvuldig je daarna met 100%. Nou, zoals ik al in de inleiding liet zien, gaat het er nu over dat we het niet gaan hebben over de energie, maar gaan we het hebben over het vermogen. Nou, deze formule die ziet er als volgt uit en die is bijna hetzelfde. We hebben het nu over het nuttige vermogen en dat delen we door het totale vermogen. Nou, de eenheid van vermogen is niet joule, dat was die van energie, maar dan is de eenheid watt. Nou, ik zal dadelijk verder uitleggen wat vermogen is en dan zullen we ook alle begrippen daarvoor bespreken. Nou, de formule voor het rendement kan je als volgt schrijven. Na is hoofdletter P, dat staat voor vermogen, hoofdletter P nuttig gedeeld door hoofdletter P totaal en dat vermenigvuldig je met 100%. Dan heb je de hele formule voor rendement. Oké. Eerst moeten we het gaan hebben over vermogen. Je zag al dat het een hoofdletter P was, maar wat is nou eigenlijk vermogen? Nou, vermogen, dat is eigenlijk de hoeveelheid energie die er per seconde wordt omgezet door een apparaat. Dus je stopt daar energie in en hoeveel van die energie wordt er nou per seconde omgezet? Nou, dat is het vermogen. Dus het vermogen kunnen we even samenvatten. De grootheid is vermogen, de afkorting is een hoofdletter P en de eenheid is watt met een hoofdletter. Dus dan kan je bijvoorbeeld een uitkomst krijgen, 500 watt is het vermogen. Nou, waar je ook goed op moet letten is het volgende. Dat 1 watt is gelijk aan 1 joule per seconde. De woorden in natuurkunde wel vaker worden er eenheden bedacht eigenlijk die eigenlijk een samenstelling zijn van meerdere eenheden. Dus 1 watt is gelijk aan 1 joule gedeeld door seconde. En dat is ook wel te begrijpen, want het was dat het vermogen was de hoeveelheid energie die er per seconde wordt omgezet. Dus energie per seconde. Oké. Het vermogen van een apparaat kan eigenlijk altijd uitgerekend worden door de energie te pakken en die delen door de tijd. Ik zeg het eigenlijk verkeerd, want ik zeg voor een apparaat, maar dit is eigenlijk de algemene formule die je altijd voor vermogen kan toepassen. Het is namelijk de hoeveelheid energie die er per seconde wordt omgezet. Nou, dat formule, dan moet je natuurlijk de standaard eenheden toepassen. Dus wat is de eenheid voor vermogen, joule voor energie en seconde voor tijd. Nou, dan kan je die formule ook anders opschrijven en dan heb je hem heel klein. Hoofdletter P is hoofdletter E gedeeld door kleine letter T. Maar we hebben het in dit hoofdstuk ook vaak over elektrische energie. We willen van een elektrisch apparaat, willen we ook het vermogen weten. Nou, daar is een specifieke formule voor ontwikkeld. En die formule ziet er als volgt uit. Het elektrisch vermogen, dat is de spanning vermenigvuldigd met de stroom. Nou, even als herinnering. De spanning, dat was eigenlijk de kracht die achter die elektronen zat om ze door de draad heen te duwen. En de stroom, dat was eigenlijk de hoeveelheid elektronen die er door je stroomdraad heen stromen. Nou, dit kan je kleiner opschrijven natuurlijk. Dit zijn natuurlijk de standaard eenheden. Dus volt voor spanning, stroom in ampère en de elektrische vermogen in watt. Nou, de formule ziet er als volgt uit. Het vermogen is hoofdletter U vermenigvuldigd met hoofdletter I. Oké. Nou, veel formules tot nu toe. We hebben het ook over wat grootheden gehad. Maar de praktijk en de theorie die zijn altijd, nou niet altijd, maar die zijn vaak een beetje anders van elkaar. En dat heeft vooral in deze te maken met de eenheden. Als je in je meterkast kijkt, dan zal je in je meterkast niet de eenheid joule zien. Terwijl joule de standaard eenheid was voor elektriciteit, of sorry, voor energie. Wat je zal zien is kilowattuur. En je moet goed weten hoe je dat moet omrekenen. Nou, daar zit een hele grote factor in. En die factor is als volgt. 1 kilowattuur is gelijk aan 3.600.000 joule. Dat is gewoon iets wat je eventjes uit je hoofd moet leren. Want je zal dat omrekenen vaak tijdens een toets nodig hebben. Nou, andersom, 1 joule is dan natuurlijk 1 kilowattuur gedeeld door 3.600.000. Nou, beide wil ik dat je eventjes goed uit je hoofd gaat leren. Oké, laten we een voorbeeldopgave doen. Je stapt met 8 vrienden de lift in.
De lift wordt aangestuurd door een elektrische motor welke een rendement heeft van 80%. Jullie willen naar de 10e etage en dat duurt 15 seconden. Omdat jullie omhoog zijn gegaan, hebben jullie de totale zwaarte-energie gekregen. Deze bedraagt 125.000 joule. Bereken de hoeveelheid elektrische energie die de motor hiervoor gebruikt. En B, bereken het vermogen van de motor. Nou, wat je in deze vraag goed moet zien, is dat je gaat met de lift omhoog. Je hebt van jezelf, hebben jullie een massa. En die massa die wordt eigenlijk omhoog gebracht, naar de 10e etage. Nou, zoals ik in de vorige les heb uitgelegd, alles wat je op hoogte brengt, heeft een bepaalde energie in zich. En dat noemen we zwaartekrachtenergie. Nou, en de zwaartekrachtenergie die is in deze, is die gegeven. Dus dat is de energie, de nuttige energie, die je eigenlijk nodig hebt gehad. Nou, laten we eens beginnen met alles op een rijtje te zetten. Het rendement is 80%. De tijd is 15 seconden. De zwaartekrachtenergie heb ik meteen omgezet naar de standaard eenheid joule. En de totale energie is hetgeen wat ik wil weten. Nou, zoals ik al heb gezegd, de zwaartekrachtenergie is in deze de nuttige energie. Want die energie heb ik gekregen doordat ik naar boven ging. Nou, de totale energie die kan je dadelijk gaan uitrekenen. Dan hebben we deze formule voor het rendement. Veel leerlingen vinden het pittig om die formule te herschrijven naar een formule voor E totaal. Maar dan moet je echt eventjes op studeren. Dan krijg je de E nuttig gedeeld door het rendement. Dat vermenigvuldig je met 100%. Nou, alles was in standaard eenheden, dus ik kan het in principe gewoon gaan invullen. Dat doe ik bij deze en dan zie je dat de uitkomst is 1,6 x 10 tot de macht 5 joule. Dus dat is de totale energie die nodig is geweest om mij met mijn vrienden naar boven te krijgen. Nou, je ziet dat dat niet gelijk is aan die 125.000 joule. Dat komt omdat er een verlies is. En daarom hebben we het rendement nodig, dat was 80%. Het verlies is hoogstwaarschijnlijk opgegaan aan wrijvingsenergie tussen de tandwielen, warmte die vrij is gekomen. En dat zijn we dus gewoon, in die zin is dat verloren gegaan, dat is niet nuttig voor ons. Het is niet kwijt, het is niet op, het is alleen omgezet in een andere soort energie. Nou, laten we vervolgens het vermogen dus gaan uitrekenen, want we hebben de totale energie en we hebben de nuttige energie. Nou, dat schrijf ik hier eventjes op en het totale vermogen, dat is mijn vraagteken. Nou, de standaardformule voor vermogen kan ik gewoon gebruiken, de energie gedeeld door de tijd. Ik heb die eventjes herschreven voor het totale vermogen, is de totale energie gedeeld door de totale tijd. Maar dat hoef je in principe niet te doen. Nou, vervolgens kan je hem invullen en dan zie je dat het totale vermogen van deze lift 1,0 x 10 tot de macht 4 watt is. Nou, ik hoop dat deze opgave nuttig voor je is geweest. Belangrijk is dat je ziet dat de nuttige energie, dit gedeelte, gelijk is aan de zwaartekrachtenergie. Want dat is de energie die het je heeft opgeleverd. Nou, voor VWO wil ik nog eventjes doorgaan op dit gedeelte. Je ziet hier een boom en in die boom hangt een appel. Nou, we gaan het hebben over energieomzettingen. Bij energieomzettingen is het belangrijk dat je de formules kent van de bepaalde types energie. Nou, hangend in die boom heeft die zwaarte-energie. En dat is een energietype die we kunnen uitrekenen. Hetzelfde geldt voor de bewegingsenergie. De zwaartekrachtenergie, zodra die gaat vallen, wordt dus volledig omgezet in de bewegingsenergie. En raakt die appel op den duur de grond, ja, dan krijg je een impactenergie. Dat is energie die op die appel uitoefent en waardoor die er waarschijnlijk in gaat deuken. Dus dat noemen we de impactenergie. Nou, voor alle drie zou je een formule kunnen opschrijven. Nou, voor de zwaartekrachtenergie gebruik je de formule massa vermenigvuldigd met de valversnelling. Dat is een vaste waarde op de aarde, die is 9,81. En die vermenigvuldig je met de hoogte, op welke hoogte die appel precies hangt. Nou, zo zou je de zwaartekrachtenergie, als je de massa weet, volledig kunnen uitrekenen. Nou, wat je dan dus weet, is als de zwaartekrachtenergie, als je die weet, weet je dus ook de bewegingsenergie. Want de energie is volledig omgezet. Nou, de kinetische energie, de bewegingsenergie, zou je kunnen uitrekenen met een half maal de massa, maal de snelheid in het kwadraat. Nou, als je dus deze weet en je weet de massa, zou je de snelheid van deze appel kunnen gaan uitrekenen. Nou, vervolgens weet je ook de impactenergie, want de impactenergie, dat was de zwaartekrachtenergie, dat is gelijk aan de bewegingsenergie, want die worden volledig omgezet. Nou, de impactenergie kan je uitrekenen met de kracht vermenigvuldigd met de afstand dat die eigenlijk indeukt. Nou, laten we dit eens in een opgave gaan doen. In mijn groentetuin staat een appelboom.
Op een hoogte van 2,5 meter hangt een appel in de boom. De appel weegt 150 gram. Op een gegeven moment valt de appel. Vraag A. Bereken de snelheid van de appel net voordat hij de grond raakt. En daarna, de appel is op de grond terechtgekomen. Daarbij is de appel 0,5 centimeter ingedeukt. Wat is de kracht die op de appel heeft gewerkt toen hij neerkwam op de grond? Nou, laten we deze vraag eventjes zelfstandig gaan maken. Dus zet de video eventjes stil. Kom ik zo bij je terug met de uitleg. Oké, laten we beginnen met alles op te schrijven wat er is gegeven. Nou, de appel hangt in principe in de boom en dan heeft hij een zwaartekrachtenergie. Nou, die kunnen we uitrekenen met de massa vermenigvuldigd met de valversnelling en de hoogte. Vervolgens hebben we dat het kinetische energie wordt, bewegingsenergie. Daar zien we de snelheid in staan die we in vraag A moeten gaan uitrekenen. En vervolgens wordt hij omgezet in de impactenergie als hij dus neerkomt. En je ziet, we moeten de kracht uitrekenen en die staat hierin vermeld. Nou, laten we eens even gaan opschrijven wat er allemaal is gegeven. De massa van de appel is gegeven, maar die is gegeven in grammen. Dus die moet je omzetten in kilogram. Dat heb ik dus bij deze gedaan. De hoogte is in meters, dat is goed. De valversnelling is ook in een standaard eenheid. En de hoeveelheid centimeter dat de appel induikt, of deukt, is een halve centimeter. En dat is gelijk aan 0,005 meter. Oké, laten we de formule nu gaan invullen voor de zwaartekrachtenergie. En dan krijgen we deze uitkomst. 3,67 en nog een beetje joule. Dat is dus de zwaartekrachtenergie die er in die appel zit. Nou, die volledige energie wordt omgezet in bewegingsenergie. Dus wat je in deze kan opschrijven is dat de zwaartekrachtenergie is gelijk aan de kinetische energie, is gelijk aan de impactenergie. Nou, we weten dus deze waarde, we weten die waarde, dus we zouden eigenlijk de snelheid kunnen uitrekenen. Nou, dat doe ik hier. Ik herschrijf eventjes de formule voor een formule voor V. En dan krijg je, als je dat gaat herschrijven, krijg je deze formule voor V. Dus V is de wortel van 2 maal de kinetische energie gedeeld door de massa. Nou, die kan ik vervolgens gaan invullen. En dan krijg ik deze waarde uit. 7,0 maal 10 tot de macht 0 meter per seconde. Vergeet niet, eindantwoord altijd een wetenschappelijke notatie. Nou, ik heb dus nu de energie, de zwaartekrachtenergie uitgerekend. Ik heb vervolgens de snelheid kunnen uitrekenen. En wat is nu de kracht die op die appel werkt? Nou, ik heb deze formule, die heb ik even herschreven naar een formule voor de kracht. De impactenergie weet ik, want die is hetzelfde als de zwaartekrachtenergie. De afstand die was gegeven, heb ik al omgezet in meters. Dus ik kan dit vervolgens invullen. En dan krijg ik er dus uit dat er een kracht op deze appel werkt van 7,4 maal 10 tot de macht 2 newton. Nou, zo'n opgave is wel een opgave die je in de toets zou kunnen verwachten. Waarbij je duidelijk moet gaan werken met verschillende energietypes die in elkaar worden omgezet. Nou, wat je goed moet onthouden is dat energie niet verloren gaat, de wet van behoud van energie, en dat energie dus om wordt gezet. Op die manier moet je zo'n opgave altijd benaderen. Nou, even samenvattend, zijn dit de twee formules die je moest hebben voor rendement. We hebben de nuttige energie gedeeld door de totale energie vermenigvuldigd met 100%. En als de vermogen is gegeven, dan kan je het nuttig vermogen gedeeld door het totale vermogen vermenigvuldigen met 100%. En ook dan vind je het rendement. Nou, voor volgende les moet je weer wat huiswerk maken. Paragraaf 5.1 en maak die vooral eventjes digitaal. Bedankt voor het kijken. Abonneer je vooral op mijn kanaal en een fijne dag.